Hou vast. Grip je aan mijn voet. Kom, Toppens. Kom. Kom aan, jong. Het is slaaptijd. Heb jij niet geweerd, niet? Waarom zou je nou nog gewoon willen naar die parafo? Heb je gehoord wat hij gezegd heeft? Hij zei, Jezus, zie wat met die dieren praat. Dan kom als geister. Tuurlijk, laat ik hoor. Waar was jij die hele dag geweest? Wat van zoiets als jouw schoolwerk was? Waar heb je die nieuwe boek gekregen? Ja, en ik kan die kalf van. Maar dat is niet waar we ons gezels niet, is het? Wil hij alweer niet eens zijn slaaphok aangaan, ja? Marcelo, krijg die kat in zijn hokken. En moet niet dat hij zijn streken met jou uithaal, niet hoor. Imre. Weer in die veld geweest? Een jachtluiper, het is niet een maat, niet Robbie. Bill, ons kan hem niet zo laat groot worden, niet. Hij zal helemaal meeske. En wat denk jij gaan van hem woord? Als hij niet leert om samen met kinders van zijn ouderom om te gaan, niet? Dat is niks met Robbie verkeerd, niet? Aard niet naar mij. En als hij groot is, moet hij ook een wildbewaarder worden? En daar een jachtluipert, moet een wilde dier om aanval voordat jij tevreden zal zijn. Dat is hele intumile moral en ik krijg het aan jou ook om intumile. Hele vale. Oeh, jij hebt zelf een gegaan. Nou net niet, iemand moet jou zeggen wat moet je doen, nee. Harde kwas. Maar hoe kom bij jou? Jij zal makkelijk allemaal denk je ze wilde dan. Robbie, Robbie, jij moet komen hier. Bill, ik heb aanzoek gedaan om naar een goede kostschool te sturen. Is dit werkelijk nodig? Ons het niet één kind. En ik ga niet toelaten dat hij hier niet wil en is zo meesky wordt dat hij enig een toekomst heeft niet. En het gaan kom. Een van die dagen daar jachtluipert om verskeer. En wat jij ook al zei, Bill, een billedier kan nooit werkelijk vertrouwd worden niet. Weet jij wat gebeurt met jachtluipers wat mensen bijt? Hulle verloor hulle kolle. En hoe denk jy lyk 'n jagluiper sonder kolle? En as jy weer iemand byt, gaan hulle jou vir 'n dieretuin gee. Dan is dit elke dag nog. Tralies en al. Ek speel nie, Toppens. Ek gaan kyk of hy slaap. Nacht, Obas. Wat doen hij?
Slaap. Hoe ga jy van die jagluiperd ontslaa raak? Ons sal sien wat gebeur. Kom op, baas. Daar buiten is alles al wakker en aan die gang. Wat gaan pa met Toppens maak? Ek weet nie. Ons kan hem nie juist hier langer aanhou nie. Hy word gevaarlik. Toe, stap nou. Jy gaan laat wees vir die bus. Ons sal later daar oor gesels, wanneer jy van die skool afkom. Toe, gaan speel haar in die veld. Kom eerst terug as ek hier is, gehoor. Dis ons hy hier, die makkie in. Hey, maar hy. Dan kry die bakkie. Die luchtpijp en die longe. Die lucht wordt door die neus ingeasem. En jylle moet altyd door die neus inasem, want die neus is daar die slijmvlies wat die lucht evens verwarm, wat stofdeeltjies opvang en ook die stof dan achterhoud. Thank you.
Waar stoppens? Het jy hom nie gesien nie? Ga ek wat toegeef, want wanneer groei in die familie Johan? Waar stoppens? Sê jy nie middag nie? Ander dag wag hy vir my by die hek, maar vandag... Robbie, kom terug! Toppens, maar zeker ergens in die veld. Het is goed dat hij weer terug is naar die natuur. Hij is weg. Pa het om in die dierentuin gegee, ek weet. Beskuldig jy my dat ek... Ek het gehoor, pa, hulle praat die aand so. Gesê Toppens is gevaarlik. Rabbi, ek het nie vir Toppens weggegee nie. Hy sal terugkom. Dink jy vir een oomblik dat ek so iets sou doen? Dink jy regtig so? Hy sal terugkom, jy sal sien. Hy sal nie terugkom nie. Hy is weg. Luister, Robbie. Een man huil niet. Een man huil nooit niet. Hij zal wel vanavond of morgen terugkomen. Kom, kom eens huis toe. Ons het vanavond wafels en hening, Robbie. Lust daarvoor. Top het sigaai. Ek pas hom nie op nie, miskien hy is by die zoo. Wat het pa met hom gemaakt, pa? Wat bedoel jy, Obas? Pa, pa het hom ons verkoop. Pa, pa het hom aan een man verkoop. Dis wat jy gedoen het, pa. Maar wat jy sulke nonsens gehoor, ek... Pa, het! Pa, het! Robbie, moet nie so met jou pa praat nie. Jy weet net. Wat op aarde sou hom 'n idee gegee het? Jy moet met hom gaan praat, Bill. Robbie? Sluit oop, ou baas. Ek wil met jou praat. Ek het nie jou jagluiperd verkoop nie, regtig. Vandaag een brief gekry van die Costco. Ek dink dis nou die regte tyd om hom so te stuur. Nou dat Toppens weg is. Jy nou seker jy wil hom stuur? Ja, Bill. Ek gaan nie daarvan hou nie. Ek sou ook nie as ek hy was nie.
want om jouw tas te pakken, dieren voor mensen te verruilen. Jij zal baie meer daarvan houden. Jij zal maat zijn, je zal cricket gaan spelen en rugby. En Van Toppens vergeet. Robbie, één ding moet jij onthouden. Een mens moet eerst die leven leren kennen, voordat jij zelf kan leven. En jouw paard niet Van Toppens verkoop nie, dat kan ik jou verzekeren. Als hij jou net naar stasie toe neem, zal je niemand met hem vrede maken. Robbie, Toppens zal terugkomen. Hij zal. Jij denkt nog steeds echt of ik koop, nee. Onthou, Robbie, een man huilt niet. Maar als je te veel verlangt, laat mij weten, dan kom je wel hoor. Wat bekeer, Robert? Wat klaar je, man? Hoekom denk je ik zou zoiets doen? Is dat wat? Is dat hoe je mij kent? Misschien heeft mij verteld. Heeft mij verteld van. Wel, Robert, this Jan Cronier, the best squirrel in Johannesburg. This is your karma, Harry. Jij deelt het met Philip Symington. Die rails is achter de deur opgeplakt. Lees helemaal goed.
Hallo. Kijk wat die katten gedraagt. En wie is jij? Robert. En wat een Robert in mijn kamer? Hm? Wat op aarde is dit? Een dier. Nou, maar hoekom is het dier voor jou van zo'n belang? Als je het niet van mij gee, nie, gaan ik jou... Gaan je mij wat? Ik ga jou les leer. Jullie hebben daarom al ontmoet. Jij, wat is je verschoning om met die instap zoals een straatvechter te keren te gaan? Eet niet je tong niet, Philip. Vertel jij mij wat gebeurt. Ik heb het niet gekomen voor hem al gezien. Nou, als een simpele kat gekeken natuurlijk. Als een kat. Als het mijn budget krijgt. Wat een gekheid is dit. Een foto van een tier en je bekleed haar hoor. Het is niet een tier, niet. Het is een jachtluip. Wat is zijn naam? Toppens, meneer. Dat is een snaakse naam voor een jachtluiperd. Zijn naam is eigenlijk Toppens. Want mijn jachtluiperd heet Kolle. Net zo groot als een 2-cent-stuk. Dus toen hij klein was. Maar nu is hij groot. Het is niet elke zoon wat een jachtluiperd heet, nie, weet je. Maar weet jij wat het hulle van mij gezegd? Hulle het gezegd, mensen wat met wilde dieren werk is, zacht van geaardheid. Moet je wees? Van die dieren voelt het aan. Is het zo? Ik weet niet, meneer. Om met mensen te werken is hetzelfde, weet je. Ga nu terug naar je kamer toe en onthou waar we vanmorgen gezels. Hoeveel heb jij gekregen? 3. Dat is niks. Ik heb 4 gekregen. Waar kom jij vandaan? Skeerhaven. Nou, wat heb je hier kom zoek? Ik wens ik het geweet. In alle 3 samen vorm die stamper. Dit is die kelk. Die bloem bodem en die bloem tier. En onthoud, ons spreekt morgen een toets over die vruchtenvliegse levensziekte. In al 3 tezamen vormen die stamper. Die stamper. Die reep. Tempel, die steel en die vruchtige. Miss Bijker, kijk wat het Robert gedaan. Jouw werk, Robert? Meneer Mens, jouw les leer. Je moet niet denken dat die oorwem hier niet. Lee daar. In ons oude klas, ons schrijft morgen een toets over de levensloop van Miss Bijker's cyclus. Het is te volwassen voor zulke kinderachtigheden. En daarom zeg ik, meneer Mens,
Hy sal 'n baie goeie les geleer moet word. Sulke onbeheersheid kan nie geduld word. Ja, goed, juffrou Baker, ek sal... Ja, maar u sal vir hom 'n deeglike dragslaer moet gee. Netheid is een van die vereistes wat goed, ek in my klas stel. Juffrou Baker, ek sal sorg dat... Verbeel jou. Hy vat die inkpot, keer dit op Philip Symington om. Dan gaan hy so koel soos komkomme voort en... Ja, jy het my daarin reeds vertel. Ja, maar ek wil dit weer 'n keer noem. Dis nie nodig nie. Bring hom maar net binne toe. Die hoof wil jou dedelijk laat verstaan dat ek slechts discipline in my klas dood. Een keer. Jy kan maar terug na jou klas toe gaan, juffrou Baker. Ek is trots op julle klas. Is net hierdie vreemde elemente wat nog maniere geleer moet word. Nou ja, Robert de Ridder. As 'n mens nie wil hoor nie, moet hy voel. Buk. Hoeveel ouwe dink jy moet jy kry? 4, meneer. Hoekom 4? Dis hoeveel Philip Symington nou die dag gekry het. Nou ja, goed. Dan is het 4. Die ouwe hierdie. Hy het een prentje van een luiper. En nou verbeel hy om my staas aan met melktanne. Is dit een rechte luiper? Ach, nee man, dit is sommer net een stupid prentje. Waar het jy nou ooit gehoor is, is as hy kan een luiper teen. Hallo, het die rechte geluiper? Wat draak het jou? Ek gaan sorg dat jy eendag die skool weggesteek word.
Ik ontzocht op mijn moment die pak slaap van jouw levergeer. Wat moet ik met jou aanvangen, Robert? Zeg mij. Zeg mij, Robbie. Hoekom moest je nou juist haar badje laten wegvleten? Het is al wat de arme ziel heeft. Ik is veronderstel om jou weer een loesem te geven. Maar hoe kan ik jou voeten als ik weet hoekom je dit gedoen hebt? Miss Baker gaan mij vrouw. Zij gaan mij vrouw veel oude meneer mij gegeet. Nou toe. Jagluiper, nie dier nie. Dier het strepe. En jagluiper? My jagluiper het kolle. Weet jy hoe slim is Flippy? Hy kan oor enige iets met my gesel. En Toppens? Toppens het partykeer saam met my geslaap. Snork hy nie? Dit was stupid, ne? Jagluiper snork ons nie. Maar ou man snork, het jy pa? Nee, 'n leeu het hom opgeëet. Ek het ook nie 'n pa nie. My ma het hom opgeëet. Die baie gehuil toe die leeu jou pa op... Nee, my pa sê 'n man huil nie. Maar jou pa is dan dood? Dis, voor die leeu hom opgeëet het. O, gee hier, daai help ek jou. Toe maar, dis nie nodig nie. Jy moet liever nie vir die ander sê dat jy dier... jagluiperd het nie, want ons mag nie dier hier aanhou nie. Hier, maak hom vir my reg, asseblief. Dekkie stink maar altyd 'n bietjie. Dankie. Ek het ook eers altyd vir almal vertel ek het 'n dolfyn. Maar nie nou meer nie. Hier, waar het jy 'n dolfyn gekry? Na by die sirkus. Sirkus? Hoe kry mense 'n dolfyn by die sirkus? Liz werk mos by sirkus. Wie sy? Sy is my ma. Jy is seker baie bly dat jy so ma het. Nee, ek weet nie. Ek ken haar nie baie goed nie. Ek kan elke tweede week vir kuier, maar... Lekker kauwgom hierdie, ne? Dis Jerry. Maar sy het jou 'n dolfyn gegee. Nee, sy het nie. Ek wou gaan kuier by die sirkus en ek het so alleen gevoel. Ag, luister, Lovie, neem nou jou pootjies van my goed af. Toe! Kan ek hierdie naweek kom kuier, Liz? Asseblief? Ag, darlingkie, nie hierdie naweek nie. Ons gaan vol huis, hè? En jy weet hoe dit is. Ek sal nie tyd hê met jou te gesels nie. Ja, maar Sondag. Julle ja, maar dan... Michael kom my Sondag haal. Jy hou mos van Michael, nie waar nie? Ah! Oh, hier. Gaan koop vir jou ice cream of so iets daar buiten. Ek sal vir my nomme laat wees as jy my so aanhou pla. Thank you.
Hallo, Jenny. Hallo, Kie. Hi, wat me keer. Ik haat de circus, en jij? Ach, nee, ik niet. Kijk, al mijn vrienden. Heb jij nie ook vrienden, nie, Jenny? Niet voor Liz. En zij is altijd bezig met vertoonings. Waar krijg je al je maats, Kie? Al die circusmensen krijgen alle maats in de arena. Ik ook. Maar ik zie Hans was of acrobaat niet. Wat kan ik doen? Wel, je moet zoeken voor iets wat je kan doen. Ons het maar allemaal zo begin, hè? Bye. Weet ik voor Flippy. Hou me een fles water in mijn kamer. Je gelooft mij niet, nee. Denk eens, kan je dolfijn in een fles water aan niet? Wel, je kan. Daar. Het is niet allemaal wat kan niet, maar ik kan. Hoekom loop je niet, hè? Toe loop. Los me uit. Je is goor, net die ander. En ik geloof niet als je die jachtluiper. Ik geloof jou. Jij zal hem niet gaan zien, nie. Hoekom niet? Net ik kan. Kom. Ik zet je koken. Kom man, ik heb baie geld. Mijn maag je altijd voor mij en ik wil je met mekaar. Is mis Baker. Hulle sê dat die spinnekoop 5 jaar mannetjie op het as hy met hom klaar is. Klink soos my ma. Sy het al 2 maande gehad. Hi, het jy gehoor wat ek sê? Van jou ou kerel. Jy is in elk geval te jong om te weet waarvan ek praat. Well, I never. Het is die rooiste rooi wat jy kan kry. Jy moet hard staan. Is jou ma ook hard staan? Maar ik mag moest niet aan jouw kamer gaan, hè? Groot mensen doen ook goed wat Lini mag doen, niet. Kom. Jij kan hem niet zien, nie. Ik weet.
kan ik. Kijk, hij roert aan die water. Wie schrijf jij? Die kind, om voor het laat weet dat zij niet volgende zondag kan komen. Krijg je niet zeer niet? Als een mens visvangt, vraag je niet zulke vragen. En wacht. Ja. Ik denk niet visvang is lekker nie. Hoeveel kolen heeft je jachtluiperd gehad? 787. Zo baie. Het jullie getel? Ja, elke een. 786 op zijn lijf en een onder zijn ster. Die een onder zijn ster herinnert me aan iemand. Michael, jij kan maar komen, love. Niet nou, nee. De, drink jij eerst. Maar ze zijn niet te oud om een kerel te heen, niet? Ik weet niet of zij te oud is om een kerel te heen, niet? Ze heeft één keer maar gezegd, ze is nooit te oud om te leren. Mijn ma had weer gezegd, een mens moet eerst je leven leren kennen voordat je je nog zelf kan leven. Dus zo komt ze mij hier naartoe gestuurd. Ze doen het maar niet als ze van je ontslaan worden. Is je jammer niet gekomen? Ik weet niet. Als jij niet gekomen bent, zou je mij niet gekend hebben. Werkt die Michael ook voor die circus? Zoals je mag? Nee, maar ik wens hij het. Dan kunnen jullie hem ook opgevreten. Nee, is jouw pa. Kom, ze gaan begraven om. Voor wie? Voor Michael, dus wie? Kom. Maar hoe dan graven ons op? Als hij niet dood is. Het leven wat mijn roepen mij geleerd. Alles is moeilijk, als je niet weet hoe. Ja, maar weet je hoe? Natuurlijk. Kom zo nog wijs ik je.
ons kan mos nie. Hoekom nie? Jou ma het gesê met die lewe leer ken. Kom. Dis Michael se begrafnis daai. 'N Leeu het hom doodgebyt. Dis eintlik vreeslik tragies. Want weet jy, hy se kop skoon van sy lyf afgebyt. Dis spoeg hy hom uit. Want sy moes vir Michael begrawe. Wie het haar die ingestuur? Die mense van sy werk. Hulle stuur my altyd een, of hulle van jou gehou het of nie. Baie mense moet doodgaan. Natuurlik is dit. Wat dan van die baby's wat gebore word? Ja, maar baby's kom ons nie van. Ja, maar dan moet daarom vir hulle plek wees. Hoort jy? Hy behoort aan niemand nie. Hy is 'n weggooi brak. Kom ons vat hom saam. Kom ons huis toe? Ja. Jy weet mos. Nee, ons kan nie. Ons steek hom weg, man. Waar het jou jagluiper altyd geslaap? Met my in die bed. By jou in die bed? Het jou ma net gesê nie? Robert, is jy al in die bed? Wat het jy onder die kombers? Wat het jy maar toe gedoen? Net soos enige normale ma. Sy het hom weggejaag. Kom ons vat hom saam en kyk wat gebeur. En waar was julle hele Saterdag gewees? Visgevang. Is dit al? As jy nie daar wil bly nie, moet jy terug begrafplaas toe. Robert de Ridder, kom hier. Jou hond daarie? Wel, jongman, as jy die reëls gelees het, sou jy geweet dat daar geen skolier van Jan Cronier brakke mag aanhou nie. Vooral wat ek weet is die dinge dra van hondsdolheid. Jy weet, ons mag nie honde hier aanhou nie. Ek dink as mens vir hom 'n bakkie sand aanhou, net soos vir 'n kat, sal hy nie op die gras bly. Nee, vat hom weg. Ek het hom vir jou gebring, Miss Baker. Vir my? Wat gaan ek met die ding doen? Kleine vloeikas. Hy hou van jou, Miss Baker. Hou van my?
Niemand hou van... Waar het je om gekregen? Nee, houd hem hier weg. Meneer Mens zal net mee zeggen. Wat is zijn naam? Zijn naam is zomaar niet hond. Ach, jij kan hem niet net hond noemen. Nie. Ik geloof niet, meneer Mens zal omgeen. Nie. Als Miss Bijker wil, zal ik hem vragen. Ik zal zelf elke dag voor Miss Bijker een ander bakje zand brengen. En wat van die schoolse rails? Rails is voor mensen wat verkeerde dingen doen. Maar Miss Bijker, zij heeft nog nooit die kans gehad om iets verkeerd te doen. Daarom is ik van haar jammer, meneer. Nou ja, zorg dat zij een bakje zand in je woonstel krijgt. Ach, hij geniet het toch niet. Ach, nee, wat Frankie, hij spat mij nat. Hoekom moet zijn naam eigenlijk Frankie wees? Ons is hem daar in die begrafplaats opgetild. En ons kan hem toch niet Frankenstein nie. Hij is geen Frankenstein nie. Ja, ons is hem begraven. En je mis gezien het les gehuil. Nu moet ik jou geheim vertellen. Van die jij moet van Liz en Michael weten. Nie. Niet jij en Robbie mag. Ik wonder of ons om niet in die schoolse visdammetje moet gooien. Hulle gaan hier nog enig ver als je zo aan om met de vleeswater te gezels. Hoe gezels je dan liever om die goudvis? Zal je mij helpen? Waarmee? Of dit een wijfje is. Hoe kom wonder jy? Nee, man. So. So. Het jy dit? Okay, Ben. Laat maar kom. Dis nie vir kinders nie. Is dit hoekom jy dit lees? Ons zing saam uit Psalm 100, verse 1 en 4. Hierdie cricketbal is gistermiddag door mijn kantoorvenster geslaan. Sal die seun wat dit gedoen het, alsjeblieft zijn hand opsteek. Moet nie mal wees nie.
Die rede hoekom ek graag wil weet wie die seun is, is omdat hy 'n rekord opgestel het. Nog geen seun in die geskiedenis van hierdie skool het 'n cricketbal al so ver geslaan. En ek wil dit in die jaarboek laat opteken. O, dis ons nuweling. Sodra ons uit die saal uitstap, moet jy na my kantoor toe kom, Robert. O, jy's hier. Dit was 'n groot hou daar, Robbie. Een wat Graham Pollock jou so benei. Ek sal die afstand vanmiddag laat meet. Nog iets. Die ruit wat jy gebreek het. Het jy nog stakgeld? Nee, meneer. Om daardie ruit te vervang sal 'n rand kos. As jy my kar vir die volgende 3 saadraas skoonmaak, sal ek jou 'n rand gee. Dis vir die ruit en stopverf. En sorg dat dit voor vanaand in is. Maar ek het nog nooit in my lewe 'n ruit ingesit nie, meneer. In jou lewe vorentoe sal daar nog baie dinge wees wat jy vir die eerste keer moet doen. Toe, stap terug na jou klas toe. En onthou, alles in hierdie ou lewe het 'n prys. Sukses, miskien die hoogste van almal. Maar jy het genoeg hande nie. Kom ons gaan was ons hande daar. Jou goudvisie? Ek vergeet om jou te sê. Hy's dood. Regtig dood? Of net soos Michael? Regtig dood. Maar hy's gelukkiger waar hy nou is. Maar visse gaan mos nie hemel toe nie. Hoe weet jy? Daar staan visse in die Bybel. En die spit en polish? Ek gaan uit. Jy het hoop as jy dink hulle gaan jou verlof gee. Waarheen gaan jy? Ek het mos gesê, ek gaan uit. Nie vir my sê jy te date nie. Oké, okay, moenie vir my sê waar jy gaan nie. Ek wil tog nie weet nie. Moet jou damn geheimsinnig wees nie. Waarin gaan jy? Uit. Hoe lyk ek? Alright. Hoekom? Is daar iets verkeerd? Nee. Kom. En waar is hierdie een vanaand? Morgen is denk ik. Ik heb net een naar geworden. Dank je. Ik wil niet al die gruwelijke besonderhede weten.
Weet jou maar ons kom. Nee. Maar sal sy nie vies wees as ons net hier aankom nie? Nee. Wie is hy? Dis Robbie. Ek kom vir jou kom wys. En waar kom jy aan, Robbie? Ons is maat. Ons is vir jou kom kuier. Hier, ek gaan koop vir jou en Robbie 'n koeldrank. 2 minute later. Ciao, love. Kom ons loop. Zoek jullie kinders weer naar bij die lieve serie, jong. Kom, weg is jullie. Kom, wat jij zo snel. Heb jij niet gezien, nie? Kom, schrijf weg. Wat is het, Sim? Heb jij niet gezien, nie? Dus stop ons. Dat is mijn jachtluiper. Kom. En na net vier toppe. Ja, sergeant, hulle loop hier in die straat rond met 'n tier of iets. Hoene? Ja, ek sien mos 'n tier of iets. 'N Ding met kolle.
Natuurlijk is het niet gedrukt. Dank je. Ik hoor nog wat zo dond is dit. Dit lijkt voor mij zo'n pointer met kolen. Daar die valse lans. Dit was lekker, hè? Ik hoop dat ik het er niet, hè? Bismarck, die man van die stal. Gemors. Vaar die ding hieruit, man. Dit is niet een oerwoud, niet. Hij zal jou niet bijten, hij is mak. Jouw geluk is vroeg teruggekomen, want ome Zeker is achter jou gauw aan. Wegloop nie. Waar gaan jy? Ons vat het op ons terugskeer, Jutta. Hulle vat vir wie waaier? En dat? Ek vat vir die flippie saam met my. As ek hom daar in die kamer los sal Lulu. Kom. Wat ik nog altijd wel gedoen het, met een man wegloop. Hoe ver is het skeer al, weet je? Ik moet je liever nou al zien. Waar staat die kind met die makenpijn? Weg. Ze is met een man weggeloop. Ze het wat? Met een man weggeloop, mijn spijker. Hulle twee, een jachtluiperd en een dolfijn. Voel jij koersig, Lulu? Hier volgende uitbrug. Alle personen in Johannesburg wordt verzoek om op die uitkijk te wees voor een sien van zowat 11 jaar. Bij hem is een jachtluiperd wat uit de circus ontsnap het. Die sien, die roofdier en een meisje van zowat 10 jaar is laatst in de omgeving van die stadzaal gezien. Enige iemand wat op die groepje afkomt wordt verzoek om dadelijk met die naaste politiestatie in verbinding te treden. Dis die regte een. Is hij zeker die rechte trein? Ik denk zo. Wel, één ding, hulle laat misschien lang wachten. Nou gaan toppens, ik en jij naar Skeerhaven toe. Eén Flippy.
die jagluiper nie chocolates nie? Nee. Wat eet hy dan? Vleis. Wat van vleispasteie? Ek glo nie hy het al nie, maar hy sal seker. Toppens. Ons ken mekaar nog eens zo goed. Hoeveel geld het jij? Genoeg! Nee, nee meneer de Ridder, natuurlijk zal hij niet, dus... Ja, maar dat is oor 1000 mijl. Ja, ja, natuurlijk zal ik je op hoogte houden. Ja, dank je. Tot ziens. Ek glo nie hy hou van vleispasteie nie. Miskien as ons bietjie woestersous daarby. Hy's net lekker bekkig. Hy sluk net nou eet. Ek wil 'n draai loop. Is hier 'n plek? Nee. Wat van... Nee, jij kan. Ik kan niet. Rijd die trein nie miskien in een cirkel terug Johannesburg toe nie? Baie snaaks. Wat nou? Ons stap. Een beestarts sal vir hom lekkerder smaak as vleispaste. Ek hoef nie so ding nie. Jy moet. Wat het jy onder daai kombers, Harkie? Een jagluiper. Kom, Toppens, het is hier ons tyd. Wat jy dan fynde? Vis. Sal 'n mens hom kan deel? Soos wat hulle in die Bybel gedoen het. Ek wonder wat sê Miss Baker daarvan dat ons weggeloop het. Ik weet het is verkeerd van daar die twee kinders om zoiets te doen, maar... Ik kon een keer met een man weggelopen, maar ik heb niet. Hoewel, het is te laat om mijn verloren kansen te heel. Oh, Frankie! Kom, kom, wat kijk, mama. Kom. Daar.
Kan ik niet één slukje daarvan krijgen? Natuurlijk niet. Wat was dit? Een hongerhyena. Kan ons niet meer vertoppen als hij los en terug gaan, nie? Nee, ik moet hem op skeerhaven los. Wat eet ons vanavond? Hartlop, hier kom hij. Kom, Jenny. Toe, jong, kom. Ik kan niet vinniger, nie. Daar, die boom. Flippie. Hier. Jij kan maar zo'n slukje nemen als je wil. Ik geloof niet Flippie zal nou omgeen. Joppen! Nee, hoekom nie? Jy wou dan net doen wat ek drink. Prentie, was ek jammer vir jou. Water smaakt zo lekker, niet? En jij? Wat verkeer? Hoe kijk je mij zo aan? Jij is mooi. Ik zal daarvoor zorgen. Hoe zal je wakker blijven? Als ik vaak word, zal ik jou wakker maken.
Gaan jy regtig wakker bly? Ja, slaap maar. Julle nag wakker gebly nie? Ek moes. Daai stinke daai hierna was die hele nag hier om ons gewees. Met jou terug, as jy my vra. Ek sal jou eendag vra. Kom ons wag. Dit is die grens van Skeiwen. Dis waar Toppens groot geword het. Jy kan maar gaan, Toppens. Jy is vry. Gaan soek vir jou 'n maat en toe. Moenie nog staan en draai nie. Loop. Thank you.
Tot ziens, Toppens. Dit gedoen. Ek is te oud om 'n dolfyn te hê. Dolfyne is vir kinders. En vir hulle wat eensaam is. Tot ziens, Floppie. Kom, ek vat jou huis toe. Ek wil jou vir my pa gaan wys. My nuwe maat. 'N jagluiperd wat nie kolle het nie. Take me to the mountains, take me to the sea. Take me where the wind's blowing wild. Show me a land in the clear morning light. Let me see with the eyes of a child. Build me a world full of peace, full of hope, where each man can walk proud and walk free. Build me a world that no frontier divides, with no walls to keep your love from me. Build me a world that no frontier divides, with no walls.